Ja, trainer Jurgen Streppel, je zei van tevoren al van het wordt best een lastige wedstrijd, denk ik. Ben je op zich tevreden? Ik ben heel erg tevreden over de eerste helft. Vond ik ons echt heel goed spelen. Veel mogelijkheden en kansen gecreëerd. Helaas niet benut. En de tweede helft ging op en neer, slijtageslag. Helaas konden we dat in de eerste helft niet helemaal. Zij deden het net even wat anders, hadden wij wat last van. Al met al ben ik wel tevreden over deze wedstrijd. Ik ben ook tevreden dat we 0 doelpunten tegen hebben. Dat is ook wel eens anders geweest. Dus. Ja, met dank aan de doelman denk ik dan ook, hè? Met name op het einde. Ja, die redt ons 2 keer. Dus staat hij wel voor, maar daar zijn we wel blij mee. Ja, absoluut. Ja. Je had 2 debutanten eigenlijk vandaag. Was je daar tevreden over? Je bent begonnen met Limbombe. Ja. Brian wel, die begon. En Sion begon ook voor de eerste keer. Ja, dat zijn beide spelers met dynamiek. Die zijn er nog niet conditioneel en fysiek gezien, maar die zijn op de weg. Dus daar was ik wel tevreden over. Helaas moeten we wisselen. En Jeremy kwam erin. Ja, inval is altijd lastiger. Maar die kon in de laatste minuut had hij nog maar de winnende kunnen binnentikken. Dus. Ja, helaas. Ja, je hebt ze net 14 dagen hier, hè? Dus, ja, ook dat heeft weer even tijd nodig, hè? Willen ze de bal in de voeten of niet? Dus dat heeft even. Moet even aan elkaar wennen allemaal. Absoluut. Ja. Je zei het zelf al, een slijtageslag. Ja. Is dat wel handig gezien die wedstrijd van maandag die jullie hebben? Nee, dat is niet handig. We gaan afbellen. Ja, we gaan niet. Nee, dat hoort bij het voetbal. En we mogen blij zijn dat we maandag weer moeten. 2 dagen tijd om te herstellen is goed. We hebben 15, 16 jongens, 17 jongens die dat niveau aankunnen, dus gaan we waarschijnlijk ook wat anders spelen, maar met andere namen. Maar dat mag volgens mij geen probleem zijn. Jonge gasten kunnen wel 3 wedstrijden in de week, hoor. Het publiek stond op de banken, om het zo maar eens te zeggen. Dus die hadden op zich wel een leuke wedstrijd gezien. Ik kan me voorstellen dat je dacht van nou, daar heeft wel iets meer in gezeten. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, het eerste thuispunt, hè, gepakt. Ja, thuis moet je eigenlijk altijd proberen te winnen. En winnen eigenlijk, maar. Ja, goed, we hebben er 0 tegen gehad, we hebben de eerste helft prima gespeeld, dus ik kan niet ontevreden zijn. Maar was er wat extra druk? Nee, er was geen extra druk. Omdat je dacht van, we hebben al 2 wedstrijden thuis niet gewonnen, of beter gezegd zelfs verloren. Maar die tellen niet meer en daar hebben we echt heel erg goed gespeeld tegen Excelsior en tegen Almere hebben we gewoon onverdiend verloren. Dus wij moeten gewoon doorgaan op de manier waarop we bezig zijn en minder weggeven. Dat hebben we de eerste helft heel erg goed gedaan. Dus ik denk dat we op de goede weg zijn. Het publiek heeft ook nu weer genoten. Nou, daar doen we het voor. Dus het publiek verdient ons zoals wij zo spelen. En wij zijn hartstikke blij met dat die mensen zo achter ons staan. Want daar is het uiteindelijk voor. En dan maandag weer naar Volendam. Ja, leuke wedstrijd. 2 voetballende ploegen. Dus daar ben ik blij mee.